De Vlaamse overheid organiseert het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker. Om de twee jaar ontvangen mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar een uitnodigingsbrief in de bus. Deze brief bevat een gratis afnameset om thuis een staal van je stoelgang te nemen. Meer dan de helft van de uitgenodigde mannen en vrouwen neemt om de twee jaar een staal van de stoelgang. Het is heel eenvoudig. Hoe je het staal neemt, lees je in de gebruiksaanwijzing. Nadien stop je het staal samen met het volledig ingevuld deelnameformulier in de bubbel-envelop. Dit stuur je op naar het labo. Een postzegel hoeft niet. In het labo wordt het stoelgangstaal onderzocht op bloedsporen. Bloed in de stoelgang kan wijzen op de aanwezigheid van een polyp of gezwel in de wand van de dikke darm. Meestal kan een polyp geen kwaad. Maar soms groeien polypen uit tot dikke darmkanker. Door de stoelgangtest kan een polyp ontdekt worden nog voor kanker ontstaat. Ongeveer 14 kalenderdagen nadat je het staal hebt opgestuurd, ontvangen jij en je huisarts het resultaat. Bij de meeste deelnemers, ongeveer 94 op 100, is de test niet afwijkend. Dan is er geen bijkomend onderzoek nodig en ontvang je twee jaar later een nieuwe uitnodiging. Je merkt meestal niet dat je een polyp hebt. Polypen bloeden ook niet altijd. Daarom is het belangrijk om de test om de twee jaar te herhalen. Bij een klein aantal deelnemers, ongeveer 6 op 100, is het resultaat afwijkend. Bij hen werd er te veel bloed in de stoelgang aangetroffen. Zij ontvangen het advies om bijkomend onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek heet een kijkonderzoek of coloscopie. De specialist onderzoekt de dikke darm met een soepele buis, met daaraan een camera. Zo kan hij zien waar het bloed in de stoelgang vandaan komt. Als er tijdens het onderzoek een polyp wordt gevonden, kan de dokter die meestal meteen wegnemen. Zo verkleint de kans op dikke darmkanker. Slechts bij 4 op de 100 personen die zo een vervolgonderzoek, een coloscopie, laten nemen, na een afwijkend resultaat, wordt dikke darmkanker ontdekt. Dan is een behandeling nodig. In de meeste gevallen worden er één of meerdere polypen gevonden die meteen worden weggenomen. Zo vermindert het risico op dikke darmkanker meteen. Een coloscopie is niet gratis, hiervoor betaal je het remgeld. Ontvang je een uitnodiging van het bevolkingsonderzoek Dikke darmkanker, neem dan een staal van je stoelgang en stuur het op. Want dikke darmkanker is in Vlaanderen de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen. En de derde meest voorkomende kanker bij mannen. Dikke darmkanker komt vooral voor boven de 50 jaar en ontstaat zeer langzaam. Met een eenvoudige stoelgangtest kan de kanker vroegtijdig opgespoord worden. Hierdoor vergroot de kans op genezing. Heb je vragen? Spreek erover met je huisarts. Wil je weten wanneer jij je test krijgt? Ontdek het via My Health Viewer. Dit is een gratis programma van de Ziekenfondsen waarmee je als burger je eigen medische gegevens kan bekijken en bewerken. Heb je vragen over het bevolkingsonderzoek? Ga dan naar bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op het nummer 0800 60 160.